ik kan beginnen, heb ik wel nog indoelbakjes te monteren voor de stopcontacten en voor het internet. Daar bestaan speciale potboren voor, maar heb je zo'n speciale potboor niet, dan werk ik een klein beetje op een andere manier. Ik begin met het aftekenen van de hoogte van het stopcontact. In dit geval is dat het 20 centimeter vanaf de grond. In het inbouwdoosje zijn er uitsparingen voorzien. Dus deze gelijk leggen met de lijn die al getrokken is. En nu de buitenkant aftekenen. Nu de opening uitzagen. Rondom rond, dus 3 mm kleiner dan het inbouwbakje. Voor deze rand en op de hoeken mag je zelf nog iets meer speling geven. Omdat er hier een grotere rand is. Met een gatzaag van de juiste diameter kan je ook de opening maken voor je inbouwdoos. Nu moet ik enkel nog de stopcontacten aansluiten. Het inbouwbakje zit nog niet vast. Zat er maar voorlopig in. Dus nu eerst de kabels uit de muur halen. Een opening maken in het bakje en de kabels erdoor trekken. Nu de bakjes vastschroeven. Je hebt telkens een schroef die verbonden is met een haak achteraan die grip vindt achter de gevelpanelen. Het duurt soms een tijdje voor deze grip vinden. Zo. In de stekker kan je twee draden in één connectie steken. Op de ene laat je de elektriciteit toekomen. De andere kan je gebruiken om door te lussen naar het volgende stopcontact. Per stopcontactpunt mag je zo maximaal 8 keer doorlussen. Maak eerst de connecties vast en zet dan de stekker op zijn plaats. Mijn stroom komt toe hier rechts. Ik heb telkens doorgelust met kabels van het ene stopcontact naar het andere. Dus op het laatste stopcontact heb ik dus enkel nog maar één nulgeleider, één fase en één aardingskabel. Ik hoef dus niet meer verder door te lussen. De fase plaats ik links, de aarding die moet in het midden en de nulgeleider rechts. Wel altijd de geleiders goed aanspannen. Dan het stopcontact vastschuiven achter de twee daarvoor voorziene schroeven. En aan de andere zijde vastklikken in het vorige stopcontact. En dan de schroefjes vastdraaien. Als alle stopcontacten geplaatst zijn, nog eens extra alle aansluitpunten vastdraaien. Nu de centerplaatjes vastschroeven. Dus met één schroef in het midden. En de afwerkplaat op zijn plaats klikken. Voor de internetaansluiting eerst het metalen kadertje vastschroeven en de kabel door de aansluiting steken. De 8 verschillende kleuren uit elkaar draaien. Het zijn 4 verschillende kleuren, maar telkens
ook één gecombineerd met twin. En nu op de zijkant de kleurcode respecteren, dus hier is dat bruin en bruin-wit. En het kabeltje in de opening duwen. Vervolgens blauw en blauw-wit. En aan de andere kant hebben we dan de oranje en de groene kabels. Zorg dat deze voldoende diep zitten. En dan het overtollige wegknippen met een kniptang. Nu dichtduwen. Door het dichtduwen van de connector wordt er in de isolatiemantel een opening gemaakt waardoor de netwerkkabels contact maken met de poort. Achteraan spanbandje plaatsen en alles op zijn plaats klikken. Nog een afwerkplaatje erop.